Weinig kans. Ik denk niet echt dat het door zou kunnen gaan als ze er wel op zullen handhaven, eerlijk gezegd. Het zou niet te doen zijn. Je weet hoe het gaat. Breda nu. Wegens het oplopend aantal coronabesmettingen heeft gemeente Breda besloten de najaarskermis niet door te laten gaan. Wij gingen de straat op met de vraag: wat vind jij ervan dat de najaarskermis is afgelast? Eigenlijk wel heel jammer, want het hoort gewoon bij Breda. En ook al maak je geen gebruik van alle attracties, maar het is altijd sowieso gezellig om er overheen te lopen. En de lichtjes 's avonds en oliebolletje eten. Dus ja, heel jammer. Ik vind het eigenlijk niet zo'n groot probleem dat de najaarskermis niet doorgaat. Nee, ik ging eigenlijk al een jaar of 5 niet naartoe. Ik ben nu, hoe oud ben ik? 22. Ik denk dat ik sinds dat ik volwassen ben, dat ik er niet meer naartoe ben geweest. Ja, het is natuurlijk jammer dat de najaarskermis niet doorgaat. Sowieso nu met corona, nu alles een beetje stil ligt, is erg zonde. Het is leuk voor de stad en leuk voor iedereen dat ze weer wat vertier hebben. Maar ja, natuurlijk logisch met de maatregelen dat het niet kan. Maar ja, wel jammer natuurlijk. Ik vind het wel jammer, want het is wel altijd gewoon gezellig om daar naartoe te gaan met vrienden. Maar op zich snap ik het ook wel vanwege de coronaregels. Ja, ik vind het best wel jammer, want ja, de kermis is hartstikke leuk voor kinderen en voor andere mensen. Het is leuk om met elkaar te zijn en je kan in verschillende attracties. Ja, ik vind het best wel jammer. Ja, heel erg jammer. Ja, ik vind niet zwerk dat het eigenlijk niet zo doorgaat. Ik zou nooit echt naar de kermis toe gaan hier in Breda als ik heel eerlijk ben. Ja, ik vind het natuurlijk wel jammer, maar in principe het kan gewoon niet met corona. En in principe de zomerkermis in Tilburg is wel gewoon doorgegaan, maar wat gewoon helemaal niet slim was, want toen was het juist op zijn piek. En niemand hield daar afstand. Politie die reed daar rond, maar deed helemaal niks. En als je dat hier in Breda zou doen, het is nog kleinere kermis. Dus dan kan je nog minder afstand houden. Dus eigenlijk vind ik het wel goed, maar wel natuurlijk jammer. Kijk, ik kan me voorstellen in verband met de corona dat ze zeggen, ja, het is lastig hè, dat mensen niet bovenop elkaar zitten. Maar ik denk als je daar mensen weg zou zetten en ook beperkt toelaat, dat het best gedaan kan worden. Ja, gewoon dat er geen corona is, dat je gewoon weer gezellig met ook wel grote groepen naar de kermis kan gaan en zo. Weinig kans. Ik denk niet echt dat het door zou kunnen gaan als ze er wel op zullen handhaven, eerlijk gezegd. Het zou niet te doen zijn. Je weet hoe het gaat. Ja, de attracties. Ik ben gek op attracties. Dat vind ik hartstikke leuk. En het is wel jammer dat dat niet doorgaat. Ik vind het ook jammer. Iedereen is gewoon meestal bij elkaar. En dat mist ik dan gewoon, weet je. Je ziet gewoon je vriendinnen weer die je lang niet meer hebt gezien. Ja, het kost gewoon te veel geld, vind ik eigenlijk. Het is gewoon geld in een bodemloze put steken. En het is wel leuk, maar ja, ik vind het niet waard, zeg maar. Je zit natuurlijk met heel veel mensen en alles is natuurlijk wel druk rond elkaar. Dus om het te reguleren zal wel lastig worden. Natuurlijk met reserveringen en minder mensen zou het misschien wel kunnen. Maar ik weet niet of dat de kermis ten goede komt. Ik vind het echt, het kan wel gewoon doorgaan hoor. Dus gewoon lijntjes moeten zetten. Iedereen ging 50 mensen of zo op de kermis. Dan die moeten weg en dan de volgende. Zoiets weet je, om de uren of zo. Dat vind ik wel goed hè. Breda nu.